Alles maar energieën manipuleren. Oh, waar denken dat ze mijn lichaam mogen nemen, gaan ze als een bouwlamp ophangen. Ik met het werk bezig ben, hun het succes willen hebben. Echt belachelijk. De meeste van jullie die kunnen het werk niet eens doen wat ik geleverd heb. Kunnen niet eens door die trauma's heen. Jullie hadden jullie... Laat zien, jullie hebben allemaal jullie ziel al weggegooid. Jullie hadden het al veel eerder de handdoek in de ring gegooid. Al veel eerder opgegeven. Veel van jullie hebben het misschien eerder opgegeven en zien mij doorgaan om het daarna willen hebben. Dingen niet kunnen accepteren. Mij gewoon saboteren om wel langzamer te willen laten gaan, omdat jullie weten dat ik voorloop. Gewoon weten dat ik chosen ben voor dit, mezelf niet aan het uitkiezen ben. Mijn energie is zo verhoogd, vanaf het begin af aan, jullie allemaal wisten. Dingen die kunnen accepteren, uit gierigheid. Doe allemaal met mij wel inkleuren alsof ik vals ben en alles wat gebeurt, spreek ik alleen maar waarheid. Ja, te wensen dat wanneer ze dingen een beetje succesvol zien worden of hè, voor hun duidelijk wordt van wow, het begint steeds echter te worden dat we hier en jullie allemaal met teams hangen en allemaal beginnen te weten dat ik echt solo ben. Echt met alle lasten, familie, vrienden, internet, overheid, ja, je doet alles alleen. Ik ben gewoon met mezelf... voornamelijk aan het helen en dat ik daarmee ook YouTube filmpjes maak, dat helpt een heleboel. Schrijf een dagboek of maak ook filmpjes. Desnoods haal je het op privé, kijk je het alleen zelf. Je moet je uitspreken, zeker als je op een of andere journey bezig bent. Hè? Waar geen rem op zit en iedereen maar met judgments bezig is. Alles iedereen beoordelen, maar ze zijn wakker. Als slachtoffer zijn mensen gewoon aan het behandelen alsof je een of andere dader bent. Terwijl ik gewoon door meer dan 100 mensen lastig word gevallen. Die hebben allemaal wel 10 messen in mijn rug. Dat zijn er 1000. Het is heel zwaar. En evengoed, ja, zie me af en toe een beetje gek of raar doen. Maar dom doen is wel wat anders, hè. Elke uitdaging is echt gewoon mij van... Ik weet niet of ze dan, ja, sommigen willen echt gewoon positie overnemen, dat zie je toch? Is met hoe ik kijk naar het geheel, zijn mensen aan het kopiëren. Het spirituele waar ik over praat, zijn ze aan het kopiëren. Ze brengen het zelfs naar hoe ik over God praat en alles, zijn ze het maar heen gaan brengen. Dus gewoon, als zouden de energieën laten even een dagje Ian's gezegd, schrikken jullie je rot. Alleen maar mij op alles uitdagen, hindernissen neerleggen, het moeilijk maken, mensen op mijn pad sturen. Terwijl sommigen gewoon hebben gewoon een eigen abilities. Dus gewoon, ze willen mijn vibratie-energie afgeven in plaats van die van hunzelf. Ja, dat is gewoon echt, dat mensen jaloers, afgunst. En maar niet snappen dat jullie daarom ook gewoon moeilijker hebben, want ik doe echt niks. Ik word wakker, ik maak video, ik word met dingen wakker, daar maak ik video over. Ik kijk om me heen, ik zie van alles gebeuren. En wanneer ik buiten loop is alles all good, vrolijk, blij. Vooral gewoon naar mij, heel aardig en sociaal en bevoorrang. Ik snap wat isoleren doet. Wat jullie hopen dat isoleren doet. Dat is als jullie in je negatieve energie hangen. Mijn vibratie is gewoon hoog. Dus hoe meer ik alleen ben, hoe meer ik bij mezelf liefde kom, toch? Dus dat iedereen kan lullen over spraakgebrek. Maar hoeveel lult hij? Mooie woorden, mooie zinnen, want zelfs die moeten gekopieerd worden. Oh, hij heeft weer een nieuw woord! Ja, hij heeft weer een nieuw woord. Iedereen die Ian kent, die hoort die woorden al langer uit zijn mond komen. Want dat begint vanaf je 13e en ben ik nu 37. Dus is het niet zo... praat heel erg ABN, zit er een beetje straat en stoer...
En dat heb ik altijd leuk gedaan met die ei. En als mensen stoer deden alsof ik Zwigger was of zo. Zei ik, klets niet joh. In Londen waren ze al lang wel die piraten. En dan Somalische boys die dan dat ook hoorden. Die zeiden, ja toch piraten. Jij weet hier, jij weet. Dat is die verleden, zwaar. Dat is die verleden. Maar Nederlands, een en al piraten. Dus ei. Kom niet doen, hè, want in die tijd waren er... Ik snap gewoon niet waarom mensen niet gewoon mee blij en leuk kunnen doen en dat hogere niveau willen bereiken, maar niet gewoon bij hunzelf komen. Dan allemaal niet hoeven te haten en hun zelfvermogen steeds meer een unieke zijn uitzenden. Bij mij mag heel wij zelf zijn en heb ik al iedereen hetzelfde behandeld hoor. Of je nou een man was, een vrouw was, of een man die nu een vrouw is, of andersom, whatever. Zeker als jij eerlijk bent, hè? En ook nog blij bent, want anders, daarom doe je die dingen toch? Bij mij mag je zelfs trots zijn als je er maar niet mee gaat stinken of zo. En ik wil zelfs blij doen met de dingen waar jij heel erg blij op bent in de materie, waar ik niks voor voel, maar jij bent blij toch? En als jij blij bent, word ik ook blij van. Waar mijn naam helemaal zwart maken, mij naar beneden proberen te brengen. Van alles inkleden. Ja, net als dat de familie deed naar hoe overheid en instellingen naar mij moesten kijken. Nadat ze mezelf kapot stuk aan het maken waren, aan het verwaarlozen, de ondersteuning hulp niet gaven. Ik was zogenaamd doof en mijn dingen moesten verwijderd worden, dus buisjes in. Wat uiteindelijk zelf wegsmelt. En ik nu al nog helemaal alles hoor. Ja, het is lastig als mensen je niet willen geloven. Maar ben ik niet van plan om te gaan smeken? Ben ik niet van plan om ergens het bij neer te gaan leggen of zo? Dus gaan we door. Kan het niet anders. En de upgrades, veranderingen, dat gaat elke keer vanzelf. Ergens word ik er tot gedwongen, maar lijkt het net alsof het al klaar lag voordat jullie met de dingen komen. Soms lijkt het alsof jullie net een plan hebben en dan had ik al een ander plan. Kan het weer anders? Keer naar binnen en zoek de antwoorden. Of luister naar mij. Nee, ga naar binnen. Ik zoek de antwoorden. Ga dan naar mij kijken. Kijk dan naar anderen. En zie dan wat er speelt. Niet van je moet hierin geloven, je moet dat geloven. Je kan toch gewoon kijken naar acties en daden. Je kan toch zien dat ik solo ben. Met niemand aan het communiceren ben. Alles wat ik wel communiceer, tegenkom, zie. Bespreek ik allemaal in mijn video's. Kan iedereen zien. En tegelijkertijd weet ik gewoon, ik moet het zien, ik moet het benoemen. En degene die meekijken, hun die wil echt van de overheid analyseren en noem maar op. Wel de hele cult opgeruimd willen hebben, daar wel genoeg bewijzen voor moeten zijn. En ze niet van plan zijn om bepaalde figuren achterwege te houden, terwijl die grote invloed hebben. Dat jullie samenwerking al heel veel toont. Jullie een heleboel mensen gebruikt hebben. Uiteindelijk is het ook gewoon, ja, noem het naïef, maar dat is wel graag hoe ik door het leven wil. Iedereen aardig, iedereen beleefd. Niet doen bij anderen wat ze niet bij mij moeten doen. En wil iedereen het moeilijk maken, moet ik allemaal mijn gangster aanzetten, die eigenlijk ook veel te lief is. Maar als hij boos is, is hij serieus hoor. Uiteindelijk hebben jullie allemaal mij weer in een positie neergezet, zodat iedereen kon zien dat iedereen zoals mij wou zijn en me kopieerde. En dat ik anders was. Want jullie zien er allemaal hetzelfde uit, verkopen allemaal dezelfde boodschap, hetzelfde bezig. Maar voornamelijk bezig met mensen opfokken. En daarna doen alsof je heel erg spiritueel bent, hè? Verlichting en daarna de mensen weer opfokken en de terror intrekken. Iedereen maar het hart bloedend houden zodat ze met tikkies kunnen strooien. En jouw comfort-narcist maar niet beginnen te zien. Ja, jullie zijn van problemen aan het wegrennen.
Ik word elke keer schoppen onder mijn kont om hier door te mee blijven gaan. Dus ja, blijft het een of ander kat-en-muisspel. Maar moet je dat gaan inkleuren naar superhelden en schurken? Ja, wie is er dan als een schurk bezig? Is dat niet zo wel moeilijk? Maar voornamelijk gewoon mijn licht wat ik in me hou. Gaan andere mensen boven hun schijn als een of andere bouwlamp? Jullie denken dat dat echt is. Niemand die maar verantwoordelijkheid kan nemen over de acties waar hij wel mee bezig is geweest. Niemand die zelf kan inkleuren van wow, daar ben ik verkeerd gegaan. Dus vanaf daar moet ik het oplossen. Niemand die bij zijn passie, wie is er dus empathisch? Wie is er dat gevoelige wezen? Ja? Wie kan er ook een beetje telepathisch denken en zo? Wie is er met zijn hart? Hollow Earth, 5D en noem maar op. En allemaal maar het laten oplopen, erger laten worden. En alles wat dat ziet, het steeds op en erger, waardoor het belachelijker wordt dat alles wat om me heen is, echt niet kan doen alsof ze er voor me zijn. Net als dat ze niet een DNA-test kunnen doen om iets aan te tonen. Ja? Of om te laten zien dat ik gelijk heb, of om te laten zien dat ze dat allemaal maar doen om mij in die verwarring te houden. Ik uiteindelijk gewoon heb gezien, er is geen liefde, dus... De liefde die ik voor hun heb, dat hou ik bij mezelf, geef ik ook gewoon nu aan mezelf. Daarmee kan ik, wat ik weet, vergeven, is er gewoon een heleboel wat ik niet weet nog. Een heleboel wel weet al gezegd heb, maar niet bevestigd is hier 3D. Uiteindelijk allemaal mee bezig geweest, waardoor ik pijn zou krijgen. Tot echt depressief, zelfmoordneigingen of opgesloten willen hebben. Allemaal maar voedoe doen op mijn pijnen, op mijn lasten. Daar emotioneel ook binnen willen dringen, bij wijze van spreken. Echt tot mijn zenuwen aan toe. Ik dat allemaal opnoemen. Heel erg spiritueel uitleg allemaal. En mensen die slim zijn, die kunnen dat heel erg 3D inkleuren hier, toch? Is toch hun werk? Ah, gierig in de materie. Scheid aan de jaloositeit die ze hebben. Schijt dat andere mensen zien hoe slecht ze zijn, want heleboel mensen vinden dat mooi. Die houden daarvan. Uiteindelijk zet ik gewoon, zie het als feedback, maar ik zet gewoon jouw fouten, breng ik aan het licht, zeker als ik weet dat je duister bent. Er zijn echt gewoon mensen die aan het werk zijn, niet aan het werk zijn. Machtsmisbruik. Gewoon collega's ook, dus die ook hun ogen dicht houden. En mensen hogerop dus ook, kan niet anders. Allemaal misleid, verleid, worden ook gewoon allemaal betoverd en behekst. Echt heel team, zoals die film Staring at Goats. Ja, als iedereen bedriegt en liegt en met z'n allen ervoor zorgt dat het net lijkt alsof één iemand dat kent. Dat alles wat jullie aan het doen zijn, zelfs jullie hogerop voor de gek weten te houden. Zal wel ongelovig zijn daar ook. Dus dan heb je ook niet door wat voor duivels er allemaal gebeurt, want daar geloven ze toch niet in. En iedereen die de waarheid spreekt wil jullie neerzetten alsof het gek is en... Kan ik gelukkig elke keer alles bewijzen. Kunnen andere mensen hun kanalen verwijderen, maar heb ik de belangrijkste video's, heb ik gewoon op USB-stick staan. Allemaal maar denken dat jullie recht hebben op mijn positie ofzo. Ook gewoon frenemies dus. Niet zo heel moeilijk in te kleuren is als alleen Beefy en Sandra hier binnen mochten komen. Die ook gewoon dingen gestolen hebben omdat ze dachten dat hun er meer recht op hadden of zo, weet ik het, uit gierigheid. Uiteindelijk zitten jullie alles geblokkeerd, wat jullie niet van plan zijn open te gooien. Dus mensen hoeven ook niet terug te komen dan als je toch niks te biechten hebt. Of als je alleen maar wil geven wat ik al weet of zo. Nee, het is alles of niks. Ik weet gewoon wat ik waard ben. En ik zie vooral wat jij waard bent in mijn leven. En welke steun je, hoeveel waard je ook wil zijn in mijn leven. Is het echt
echt mensen aan het opofferen. Niet alleen met mijn naïviteit, niet alleen met mijn spreken en verwoorden. Niet alleen met het niet helpen het verwoorden met mijn rugpijnen. Niet alleen het niet helpen met verwoorden met de lasten in mijn leven tot aan de bromtoon aan toe. Net als het niet kunnen helpen met de hele witte arena. Maar allemaal wel doen alsof ze spiritueel met edelsteentjes, chakra's. En ondertussen gaan ze ook naar de kerk met eerste en tweede kerstdag en zo. Ze zijn uiteindelijk gewoon heidenen. Die helemaal los van God, want ze geloven er niet meer in. Want alles is slecht om hen heen, want er zit slecht in hun. Allemaal maar dat wat ze weten wat slecht is van hun ouders hebben geleerd. Zijn ze zelf ook gewoon gaan doen en ook bij hun kinderen gaan doen. En nu ook, ja, ik de slachtoffer, maar daar de andere kant, die als dader opgericht worden. Ze zijn gewoon generaties verder aan het zetten en dat kan je al zien bij hun kinderen. Maar nee, mensen geloven niet in de hitmensen om me heen, de gangstalking en alles. Maar het wordt in de gaten gehouden, ook van hoger af. En anders mag je het nog hoger opzoeken, of word je de grond ingetrokken straks. En kunnen mensen nu denken dat ik met passie bij ze moet komen en van ze moet houden en alles, omdat ze het sterfbed voelen aankomen? Daar krijg je mijn blessings, krijg je niet mee als jij niet kan biechten. En kan je gaan biechten bij een of andere valse priester? Dat gaat jou niks doen. Want als hij vals is, is hij gewoon vals. Is hij jou aan het misleiden, ga je even goed de hel in. Zo lijkt het echt alsof er mensen wel meer wouden biechten en daarom mensen vergiftigd worden met die rozenstruikjes. Weet ik veel wat er door eten heen wordt gegooid om mensen dementie en dom hier te houden. En weten ze precies welke verzorgers ze in moeten schakelen wanneer de mensen in hun laatste levensjaren zitten. Zodat ze niet, wanneer ze bang voor de dood, bang voor God beginnen te worden, dat ze dan in één keer alles kwijt. Dan komt het tenminste bij mensen waar het niet verder komt. Die gaan uiteindelijk misbruik maken daarvan, stelen van mij, maar andere mensen weer blackmail en bedreigen. Alles saboteren, alles stelen, alles van me afnemen en vooral de groei tegenhouden. En dan praat ik niet over deze 2 jaar, maar praat ik gewoon over in ieder geval vanaf mijn 18e. Is het echt met alles bij elkaar? Omdat hun zo vals duister waren, als dat niet was, was ik nooit in de Wajong beland. Was ik echt als, niet eens als sociaal cultureel werken, maar was ik doorgaan leren. Was ik echt kinderen aan het helpen die zwaar in deze shit zaten waarschijnlijk. Of was ik bezig met gevangenen die op mijn laatste levensjaren zitten. Zou ik echt iets doen? Op priesterniveau, niet daar waar het veilig is, maar juist daar al waar het licht nodig is. En is alles met mijn kleinouwe en in de Wajong en het isoleren en zo, het geen geld hebben, dat beïnvloedt en zwaar beïnvloedt. Dus alleen mensen die echt met hun hart zijn, of echt mensen die denken, hippie gangster, stoer. In die energie hangen. Waar is het alles wat ze zogenaamd beter voelt, wat hun hangen in ego? Dat ziet mij niet. Dat zijn juist de mensen die me zouden moeten zien. Dat is waar het meest kan groeien. En ik hoef alleen maar echt te zijn. Dus ik hoef alleen maar, als ik het geld heb, kan ik me ook echt kleden naar hoe ik me voel. Gaan echt de schoenen aan. Nou, doe ik maar wat. Het interesseert me allemaal niet. Omdat het geld er niet is en omdat het me allemaal niet moet interesseren. Dat ik mezelf klein moet houden. Ja, als het geld was en ik kon groot. Ik heb nou een ketting gekocht, zilveren ketting. Ik zat daar nog te twijfelen. Ergens vind ik wel mooi, maar met hoe ik voor sta en alles wat ik niet weet van niks heb geleerd van ouders, voorouders en noem maar op. Ik nog steeds bij God wil zijn en bij het al. Dus het eigenlijk gewoon al vreemd vind om een kruisje eraan te hangen ook. Terwijl waarschijnlijk alles wat gelooft en dan ook weet hoe ik erin sta, niet eens erg zou vinden als ik wel een kruisje zou dragen. Maar ik gewoon niet weet hoe dingen zitten en ik ben gewoon met God klaar. Uiteindelijk mix ik het samen, doe ik in mijn hoofd wel mijn fantasiewereld.
Echt alsof ik tussen geboren ben uit goed en kwaad, heel simpel. Of geboren ben in het kwaad, of geadopteerd ben hè, door het kwaad, terwijl ik zelf puur en goed ben. Dus daarmee heb ik het altijd binnengelaten en hebben ze al het kwaad altijd volop in me gestopt en ik mezelf kleineren. Waar heb ik dat nooit afgegeven naar de buitenwereld? Heb ik altijd goed willen zijn, want ik transformeer dat. En slecht al mijn dromen maar tegenhouden, echt weghalen bij mijn noordnood. Zie ik alles en iedereen die dingen stelen, of waar ik over droom. Zie ik mensen leuk mee doen en ze weten allemaal dat ze het stelen van me. Sommigen dan doen alsof het in hun onderbewustzijn terechtkwam en ze toen totaal niet geïnteresseerd waren waar ik mee bezig was. En nu zijn ze er heel erg bewust mee bezig, want ze waren zelf daarheen. En, nee hoor, ik was altijd al geïnteresseerd in het spirituele. Sommigen moeilijk, het al gewoon moeilijk vonden dat ik zei, drink af en toe eens gewoon water. Ga of een half uur voordat je in bed gaat, ga even een minuutje echt ademen. Nee, ik kan allemaal niet. Nu doen ze die dingen altijd al. En zo zijn er een heleboel kleine gaslightingjes toen gedaan om stuurrichting te geven om op bepaalde manieren te gedragen. Net als dat ze dat nu aan het doen zijn. En dat is daar weer die brainfucking. Als je gewoon gaat voelen met je hart en denken met je hoofd, hoef je ook niet te laten misleiden door alles en iedereen die vuil is. Kan je gewoon je hart wagenwijd openhouden. Moet gewoon zorgen dat het niet aan het bloed is. Net als dat je bij geest moet blijven, dan ben je ook niet te misleiden. Zintuigen gebruiken, ja, laat iedereen dan maar de rat en slang zijn. Je ziet ze, maar ze bewegen zich wel door het paradijs, door hemel heen. En daarom hebben ze hier gewoon niks te zeggen. Hebben ze geen macht, geen kracht? Gaat het nergens om. Zolang je daar kan komen, dat jij veilig bent en dat hun allemaal maar bang zijn, want hè, er hoeft maar iets te gebeuren, er hoeft maar eentje te vallen. En als er meerdere gaan vallen en alles valt, weten ze allemaal dat ze ook de lul zijn. Dus mensen gaan jou niet zomaar aanvallen als jij gewoon niks doet. Politie belt, aangifte doet, gaat diegene gewoon de gevangenis aan. Dus het liefst hebben ze dat. Jij hun dan ook met hun gaat vechten en dan weten ze het wel weer te keren met smoesjes en draaien en dan lag het aan jou, psychisch. En zodra het duidelijk is dat er zoveel mensen aan het gooien zijn, zoveel mensen aan het steken zijn, zijn jullie al lang afgeslagen. En na een tijdje is het ook gewoon, is dit ook voor mij gewoon klaar en is het echt. Volgend jaar, april, 1 april. Hier mogen jullie zelf inkleuren of het een grap is of niet. Jullie zijn uiteindelijk allemaal die grap. Breng het voor 1 april naar een heleboel kanalen toe, eerst. Iedereen die er dan niks mee doet, gaat zichzelf nog meer in de vingers snijden dat ze het genegeerd hebben. Alles maar slopen om mezelf op vooruit te gaan. Alles maar slopen om Gods plan tegen te werken. Alles maar stimuleren om dat van de duivel meer vorm te laten geven en iedereen maar in droomwolkjes hangen. Het op hun netvlies plaatsen. Helemaal rondlopen als astronaut hier, omdat ze die vissen komen over het hoofd hebben getrokken. Andere mensen beoordelen, maar niet horen dat je een slachtoffer aan het slachtofferen bent. En degenen die het wel doorhebben, maar niet doorhebben wat dan het grotere agenda is en wat er allemaal echt afspeelt. Anderen die het gewoon blijkbaar prima vinden om iemand in psychoses te brengen. En ook gewoon helpen met het incest, pedofilie, erfenissen. Satanist, de rituelen in ieder geval te verstoppen. Dat er opofferingen plaatsvinden. Ja, dat jullie dat helemaal in droom en alles willen inkleuren. Maar dingen zijn wel aan het gebeuren. Zolang ik alles kan aantonen. Ik genoeg mensen weet die precies weten wat speelt. En zometeen niemand daar meer omheen kan.
ga vanzelf de kostuumpjes uit. Dan ziet iedereen dat er een wolf zit of een vosje. Of gewoon een hond, heel braaf. Overal gaat het licht op. Is het... dat uiteindelijk mijn respect en alles keer het universum me wel terugkeert en... zie ik daarna wel weer wat ik daarmee ga doen en wat dat weer voortbrengt. Maar het is niet dit. Dit was blijkbaar alleen maar om jullie allemaal aan te kaarten hoe smerig en hoe duister het is. En ik eigenlijk met je 80-90% van jullie gewoon samen wou werken. Ik niet eens op zoek was om iets te doen, behalve dat wat ik al deed en dat af en toe een videootje plaatsen. Maar gewoon meer met jullie wou communiceren. En jullie dus allemaal met feedback en zo, dat wat jullie deden, mee hadden kunnen nemen in plaats van stelen. Hadden we gewoon vrienden kunnen zijn, hadden we echt gewoon zo connecties kunnen zijn. Maar alles maar moest maar gesloopt en stork verdeel en heers. Overal nieuwe hockey's creëren. En al die nieuwe hockey's zijn gewoon, zie je gewoon, de hoofdfiguren en de Bruine Vingerclub, de 50 plus teampjes, daar maar rondgaan en alles heel laten. Waarbij mensen sommige ruzies allemaal goed willen gaan praten alsof het niet gebeurd is, terwijl er al zoveel lijm tussen zit. En na dat alles gewoon bij Poppenkast langs gaan zitten en jullie allemaal tekort doen. Om daar gewoon meteen wanneer de chat begint, iemand die zegt, ik had nog bij Ether gekeken. Naar Fidere zijn trollenvideo. Omdat dat allemaal beantwoord ging worden bij Poppenkast. Allemaal omschakelen van, ik bedoelde het wel zo. Ja, hij doet zo belachelijk. Bla, 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 bla. Maar doen... heeft hij weer wat geplaatst? Dat is mijn nummer 1 troll of fan. Of hoe weet ik veel hoe hij dat dan weer weet in te kleuren. Met alle comments die overal komen. Mensen video's over mij maken zoals je beste vriendje. Heb je gezien hoe die comments? Iedereen ziet dat. Dus ik voel daar niks van. Ik voel dat jullie daar wat van voelen. En dat is jullie schaamte. En jullie schande... wanneer echt dit allemaal begint los te breken. En de mond-op-mond reclame doet blijkbaar meer dan het internet. Dus gaat het hierin horen sneller als het internet Nederland.